grootste vastgoedbeurs van Nederland, de Provada, werd op 4, 5 en 6 juni in de Amsterdamse Rai gehouden. De provincie Overijssel was alle dagen present om de Overijsselse aanpak te presenteren. Waarbij we het samen doen, waarbij we het anders doen. Wij willen een versnelling in de woningmarkt. Dat doen we door samen te werken, door goed naar elkaar te luisteren, door vooral aan te pakken en met alle partijen die hierin meespelen. En het belangrijkste is wel, wat we hier laten zien, is dat Overijssel het anders durft te doen. We vinden het belangrijk als provincie te laten zien dat er niet alleen in de Randstad, maar ook in Oost-Nederland veel dynamiek is. Veel kansen zijn, ook voor investeerders, bedrijven, maar ook vastgoedontwikkelaars. Om samen met ons projecten op te pakken. We zijn in de IJsselvechtdelta bijvoorbeeld, maar ook in de Twente, zijn we echt koploper als het gaat over hoe we omgaan met klimaatadaptatie. En daarom is het belangrijk dat we dat ook de rest van Nederland laten weten. En die kennis met elkaar op een nog hoger niveau brengen. In de stand van de provincie brengen zowel de steden Zwolle, Deventer en Enschede als herstructureringsmaatschappij Overijssel allerlei projecten onder de aandacht. Wat we willen is dat de universiteit de broedplaats is van start-ups. Zich kunnen doorontwikkelen naar kennispark toe. En desnoods een proof week gaan op technologiebase. Dat is de ontwikkeling in het hele ecosysteem van Twente. Iedere dag had een ander thema. Dag 1 had ondernemen op de agenda. Met een belangrijke rol voor HMO, herstructureringsmaatschappij Overijssel. Wij zien de HMO als het beste bewaarde geheim van Overijssel. We hebben daar ooit 50 miljoen euro in gestopt. En we slagen erin om daar tientallen miljoenen euro's aan private investeringen mee terug te halen. Maar ook werkgelegenheid te creëren. Plekken op te knappen die voorheen verloederd waren en nieuwe dynamiek te geven. En ja, die manier van werken van onderop samen met partijen is ontzettend succesvol. En willen we ook graag uitleggen aan anderen. HMO is een private partij met de provincie als 100% aandeelhouder. We kunnen het beste uit beide werelden halen. Bij HMO de private slagkracht en bij de provincie de publieke ondersteuning. Het faciliterende, het feit dat bestemmingsplannen op orde moeten worden gebracht. Die twee kunnen we combineren. Daar valt heel veel daadkracht uit te halen. Welkom dames en heren. Hier. Dag 2 stond in het teken van wonen. Voor ons als Enschede en als regio Twente een mooie plek om ons te presenteren en daarin mee te liften. Ik mocht in een panel zitten deze morgen hier over de kleinere kernen. Leuk verhaal, maar ook heel veel toeschouwers. Zowel vanuit de bestuurderskant als vanuit de bouwende wereld. We hebben straks een pitch gehad van de Stadskampers. Daarvoor komen wij hier vandaag vanuit Deventer naar Amsterdam. En direct na de pitch waren er allerlei mensen die mij aanspraken. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Kunnen wij daar een rol in spelen? Dus volgens mij is dit een hele goede gelegenheid om Overijssel hier te promoten. Op dag 3 stond Klimaat Centraal. We zijn specialisten op klimaatadaptatie. Overijssel loopt voor. Daar weten ze hier nog helemaal niks van. Wij weten precies hoe het moet. We ontwikkelen er al mee. En je ziet inmiddels dat ontwikkelaars ook denken van, hé, wacht eens even, dat is interessant. Vanuit mijn vakgebied, waterschappen, watersector, zien wij dat het klimaat verandert. 2 graden opwarming van de aarde is 30% meer regenval en die extra regen die moet ergens naartoe. Nou, ik vind het ontzettend waardevol en ik zie dat heel veel overheden zich hier presenteren, ook op het thema klimaat, maar ook om hun aantrekkelijkheid voor de vastgoedsector toch wel beter te profileren. Dat ga je niet allemaal via de riolering afvoeren. Dus in het stedelijk gebied moet gewoon meer ruimte voor blauw en voor groen gemaakt worden. De Provada trok ruim 26.000 bezoekers. Ook de stand van de provincie Overijssel werd druk bezocht. De overheden moeten toch wat meer uit hun schulp komen trekken. Je ziet ook gemeenten als Rotterdam, Den Haag. Die komen hier echt pitchen om ontwikkelaars naar zich toe te trekken. En ik denk dat dat voor Overijssel ook een hele goede zet is. Zo'n beurs is verschrikkelijk. Maar hier was het wel gericht op de inhoud. En de provincie Overijssel, als je het hebt over woningbouw en gebiedsontwikkeling, mijn vakgebied, dan doet de provincie dat gewoon goed. En je zag net ook het voorbeeld van woningbouw, stimulering van samenwerking tussen overheid en marktpartijen en corporaties. En dat gaat op lange termijn gaat het altijd zijn effect hebben. Dus ik denk dat daarom het heel goed is dat de provincie op deze Provada aanwezig is.